Dus ik ben vanmorgen naar de supermarkt gegaan. Ik heb wat houtkorrels gehaald. En ik had het idee om in mijn solo-stoof, tenminste het design solo-stoof, houtgasstoof, om daar houtpellets in te branden. Nou, ik had er een klein beetje bio-ethanol overheen gedaan. En hier brandt hij nu een kleine 5 minuten. Een heel langzame rand. Zie je langs de gaatjes aan de zijkant de eerste straaltjes houtgas verschijnen en de daarbij behorende verbranding. Hij brandt nog steeds niet op volle kracht en uiteindelijk heeft hij dat ook niet gedaan, niet in de mate zoals hij dat doet met echt hout. Maar ik kan niet anders stellen dan dat hij heel schoon brandt en uiteindelijk wel heel stabiel. Maar hij heeft even een opstarttijd nodig. Dus dat geven we hem dan ook. Nou, hier 20 minuten. En in die 20 minuten is hij inderdaad echt wel tot een volle bloem gekomen. Alle gaatjes die staan vol in de brand. En hij geeft eigenlijk een hele mooie krachtige vlam. Na ongeveer 40 minuten werd het wel duidelijk dat de meeste kracht er wel uit was. De vlam ging wat naar beneden. Begon ook wat meer te roken. Dus ik heb een keer door de pellets heen geroerd. Maar hij ging er eigenlijk niet harder van branden. Dus voor mij was 40 minuten langzamerhand een teken dat hij begon uit te gaan. Denk ik niet dat je er niet nog een goede 5 minuten langer op had kunnen koken hoor. Dat had ongetwijfeld gekund. Maar ik vond 40 minuten wel de benchmark wat betreft kracht. En daarna werd hij minder. Maar kan ik hem dan ook bijvullen? Nou, dat wil je weten. Dus dat ben ik maar gaan doen. Conclusie: niet doen. Met dat je de pellets erin gooit, sla je eigenlijk meteen alle vlammen weg. En je krijgt het wel weer aan door erin te gaan blazen. Maar achteraf is die nooit meer zo mooi omhoog gekomen als dat idee bij de eerste originele vulling. Het zou kunnen komen dat dat gebeurde doordat de pellets langzamerhand verkolen, dat je die meer naar beneden drukt, dan gooi je daar een nieuwe lading pellets bovenop en dat je dan toch die zuurstof toevoer wat afknelt. Daar ben ik geen specialist, maar ja, je kan hem aanblazen, dat heb ik ook getracht. En op zich gaat hij dan wel weer branden. Maar nogmaals, niet zo mooi als wat hij gedaan heeft. Maar 45 minuten koken op één vulling. Ik doe het ervoor. Laat hem dan maar gewoon uitbranden. Maar als je dan weer een kop thee wil zetten, gooi er gewoon een nieuwe lading in. En start je hem weer op.